Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over fracturen, oftewel botbreuken. Aan het einde van deze video weet je wat voor soorten fracturen er bestaan, hoe deze worden gerepareerd door het lichaam en voor welke complicaties we bang zijn. De meest gebruikte indeling van fracturen is gesloten, open, stressfracturen en pathologische fracturen. Gesloten fracturen zijn de botbreuken waarbij de huid intact is gebleven en deze worden ook wel ongecompliceerde breuken genoemd. Bij open fracturen is er ook een wond, waarbij dan vaak ook bot zichtbaar is of zelfs uitsteekt. En daarmee is er een groter infectiegevaar en deze worden daarom ook wel gecompliceerde breuken genoemd. Stressfracturen zie je als er herhaaldelijk te veel stress op het bot wordt gezet, bijvoorbeeld bij fanatieke sporters, waarbij het bot steeds een beetje beschadigd raakt en niet genoeg tijd krijgt om te herstellen. Hepatologische fracturen zijn de botbreuken die ontstaan uit een minimaal trauma. Of zelfs helemaal geen aanleiding hadden, zoals een spontane fractuur door een tumor of door osteoporose. Er zijn negen veel voorkomende fractuurlijnen. Een normaal bot heeft natuurlijk helemaal geen fractuurlijnen. Dit is een transversale breuk. Een oblique breuk is juist tot schuin, en bij een spiraalfractuur ontstaan scherpe punten. Een comminutieve fractuur bestaat uit meer dan twee botfragmenten. Een intraarticulaire fractuur loopt door tot aan het gevrichtsoppervlak, wat later artroseproblemen kan geven. Een avulsiefractuur is een breuk ter plaatse van een peesaanhechting. En na het afbreken zal de spier dan ook het stukje bot wegtrekken. En op de kinderleeftijd kennen we nog de greenstickfractuur, ook wel een twijgbreuk genoemd, waarbij de breuk niet helemaal door is. En de torusfractuur. Hier zie je ook dat de breuk niet compleet is, maar dat het een soort van ingedrukt is, waardoor er een bobbel ontstaat. En dan nog de groeischijffractuur, of ook wel epifysiolyse of epivisefractuur. Die bestaat ook alleen bij kinderen, want na de groei heb je geen groeischijven meer. Als deze beschadigd raken, kan de verdere groei van het bot zijn aangetast. Vervolgens kunnen er meerdere dingen gebeuren met de botdelen. Of ze blijven netjes bij elkaar, of ze worden uit elkaar getrokken. Juist in elkaar geduwd of ze staan op een rare hoek van elkaar. De symptomen van een fractuur zijn natuurlijk met name pijn. Pijn in rust die verergert als er kracht op wordt gezet, is klassiek. En natuurlijk wanneer er op het gebied gedrukt wordt. En als de botdelen verschoven zijn, kan je ook standsafwijkingen zien. Voor sommige fracturen is een operatie nodig om de botdelen weer bij elkaar te brengen en te stabiliseren met een schroef, een plaat of een penfixatie. Of er moet getrokken worden om de botfragmenten weer goed te krijgen. Dit noemen we tractietherapie. Het extern stabiliseren kan natuurlijk ook met gips of een spalk, een mitella of een externe fixateur. Daarna moeten de botten zichzelf herstellen. Dat gebeurt in drie fases die elkaar overlappen. Ontsteking, herstel en remodellering. Bij de breuk raken ook bloedvaatjes beschadigd en dus zal er een bloedstolsel ontstaan. Samen met de ontstaande botsplinters en omliggend beschadigd weefsel wordt het opgeruimd tijdens de ontstekingsfase door het immuunsysteem. Macrovagen gaan bijvoorbeeld fagocyteren, en hierdoor zie je dat het gebied opzwelt en dat er meer bloedtoevoer naartoe gaat. Dit is ook de fase die het meeste pijn doet. Daarna komt de herstelfase. Hierbij wordt er een begin gemaakt van het aanmaken van nieuw botweefsel. De osteoblasten gaan hard aan het werk en maken nieuw bot, wat we dan callus noemen. Dit is een kraakbeenachtige stof dat zacht en flexibel is en nog nauwelijks kalk bevat. Hierdoor is de callus dan ook nog niet zichtbaar op röntgenfoto's. Hierdoor worden de twee botuiteinden langzaamaan weer aan elkaar verbonden. Daarna een week of zes komt er wel kalk in de callus en hierdoor wordt het sterker en stijver en het wordt zichtbaar op een röntgenfoto. Gedurende fase 1 en 2 is immobilisatie nodig, meestal door gips. Aan het einde van die fase is er dus sterkere kallus gevormd, waardoor het gips er vaak na een paar weken, zes tot acht weken, weer af mag. De exacte tijd waarbij gips nodig is, hangt af van de plaats van de fractuur. In de maanden daarna volgt de remodelleringsfase, waarbij het kallus wordt vervangen door normaal bot. Deze vorm van herstel is uniek, omdat het botweefsel zichzelf hult met het eigen weefsel en dus niet met littekenweefsel, zoals dat bijvoorbeeld in de huid. En met de andere organen gebeurt. Ook wordt de mergholte weer zichtbaar. Vaak genezen breuken helemaal. Sterker nog, daar ter plekke is het bot dikker en sterker dan het eerste was. Je zal dus niet zo snel het bot op dezelfde plek weer breken. Tijdens deze fase mag het bot dus opbouwend belast worden, al is het ook normaal dat het nog een tijdje pijnlijk blijft. De complicaties waar je bang voor bent na een fractuur. Zijn het afsterven van botweefsel, wat we avasculaire necrose noemen, met name in de buurt van de gewrichten zoals de heup en de knie. In het ergste geval moet het gewricht worden verwijderd en wordt er een prothese geplaatst. Ook ben je bang voor het compartimentsyndroom, wat met name in het onderbeen een groot risico is. Het onderbeen wordt door stevige kapsels opgesplitst in verschillende delen. Als de druk dan in één van die delen of in meerdere toeneemt, dan worden de structuren daar verpletterd. Dit leidt tot ischemie en vervolgens tot necrose. Het been moet dan rigoureus worden opengesneden om zo de druk te verlichten. Hiermee kan dan hopelijk het functieverlies of zelfs amputatie worden voorkomen. Je bent ook nog bang voor een trage of een zelfs afwezige botgenezing. In het ergste geval ontstaat er een schijngewricht, een gewricht op een plek waar je eigenlijk geen gewricht wil hebben. Hierbij zal de fractuur dan ook niet meer genezen en het kan dan alleen verholpen worden door het operatief vast te zetten. En dan hebben we nog het vaatletsel en of het zenuwletsel. Sommige botten lopen langs grote slagaderen, bijvoorbeeld het os femoris in het bovenbeen. Als je die breekt kan het een enorme inwendige bloeding geven, waaraan mensen onderuit kunnen gaan. Ook naastliggende zenuwen kunnen beschadigd worden, en afhankelijk van de hoeveelheid schade kan dit of wel nog herstellen of soms ook niet meer. En ook nog de vetembolie. Het beenmerg is een vettige substantie. En als er dan een propje vet loslaat en in de bloedbaan terechtkomt, kan dat propje ergens gaan vastlopen. Meestal is dat in de longen, maar het kan ook naar de hersenen of naar de nieren gaan. Weten wat voor een fractuur iemand heeft gaat een stuk makkelijker als je de botten van ons lichaam kent. Download mijn gratis pdf anatomie kleurboek over de belangrijkste botten in ons lichaam. Klik op de link in de beschrijving en dan mail ik hem naar je. Of wil je meteen door met het maken van meer dan 2000 oefenvragen over anatomie, fysiologie en pathologie, zoals ook over fracturen? Meld je dan aan voor de Juf Danielle Academie via www.jufdanielle.nl. Bedankt voor het kijken.